Hey man. Yo. Scoops. Ja, ik heb nog 2 potten en een half. Is dat genoeg? Hey, heb je scoops te koop? Nee, ik kwam hierheen omdat ik dacht dat jullie dat hadden. Ja, ik heb nog 2 en een half. Oké. Okay. Lekker. Roepen. Laten we maar gelijk met de scoops in huis vallen. Ook lekker, maar ja. En we zagen hoe makkelijk het ging, hele scoopie. Met die ketting van mij zo. Hoppakee. Ik denk dat dat nog de beste marketing machine ooit is geweest zo. Hup. Nog ook. Ja, we zouden het maar even normaal nemen. Mag ik die scoop even van jou? Maar wist je dat ik dus op zondag vaak gewoon echt een normale neem? Oh, jawel. Dat vind ik dan heerlijker. Even normaal die scoop. Even geen social media. Ik scoop dus eigenlijk nog veel meer dan dat ik laat zien. Ik ben gewoon bang voor al die reacties ook. Mensen die het beter weten. Oh, conclusie. Wij nemen veel meer dan jullie denken. We gaan veel harder dan jullie denken. Ja, is ook gewoon zo. Jullie denken dat wij hard gaan? Nou, wij nemen veel meer. Laten we het even over hard gaan hebben, want 1 april hebben we ons eigen Gold Drive feest. Link van de kaartverkoop staat in de beschrijving. We zien jullie daar. Team Goud is er dus ook. We hebben 27 april hebben we het feest van Ranier op Breda Airport. Daar is ook Gold Draai te verkrijgen. We hebben 4 juni hebben we Free Your Mind in Arnhem. We hebben een Gold Draai stage. Dus met Gold Draai producten die je daar ook kan kopen. En 5 augustus hebben we het feest van Ranier. Waar die 11 uur en 11 minuten lang live gaat draaien. Dus hij verzint ter plekke gewoon wat hij gaat doen, weet je wel. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Allerlei vage apparatuur uit de jaren 80 en zo. Hij doet het altijd live. Het is een muzikaal genie, het is echt waar. Hij kan ook echt piano spelen als de beste. Het is echt ongelooflijk wat die gast kan. Hij doet dat, zo. Ja. Hij gaat het gewoon doen, hè. Dus piano spelen, hij doet het gewoon. Hij zet gewoon op. Het is geen vader Jacob. Nee, gewoon live. Hij kijkt niet naar noten, niks. Nee, niks. Hij speelt dat gewoon dus in zijn hoofd af. Het is helemaal. Dan ben je een genie. Dus ja, petje af voor Ranier. En we zien jullie dus allemaal op die feesten. En ik ben ook blij dat we dus met Gold Draai eindelijk een beetje voet zetten. Ja, aan de distributeuren van onze blikken. Ze zijn echt gevaarlijk lekker, jongen. Oh. Die ene met vodka, die original, dat is echt ongelooflijk. En omdat dat nu al zo'n succes is, zijn we al bezig met het andere smaak. Mindset, om dat ook weer met vodka te mengen. Dus we zijn echt zo hard bezig. Nu met die blikken dat we, ja, ik heb er heel veel zin in, zeg maar. Oh ja, en sportkantines, dat had Jeroen heel goed gedaan. Onze groeimaat van de maand elke keer. Die had dus een hele mooie, hij is dus ook een sales guy, hè. Hij deed heel slim. Hij zei, ja, onze korfbalvereniging. Ik denk, ja, korfbal, is dat nou? Het is dus echt wel een hele gezellige vereniging. Het is dus een gemengde sport. Je hebt 4 vrouwen en 4 mannen die met elkaar moeten spelen, zeg maar. Eigenlijk is het een soort relatietherapie, weet je wel? Dat je echt gewoon moet leren omgaan met vrouwen, zeg maar. Het is ook gemengd. In teamverband. Ook gemengd. Nou, dat vroeg ik al. Dat was dus niet zo. Dat vond ik dan weer jammer. Dan denk ik van, ja, dat hoort er wel bij. Toch? Dat hadden wij ook met rugby toch zo. Wij moesten gewoon wel elkaar even allemaal zien. En voelen. En doen, hè? En trouwens, rugby is gewoon douchen, hè? We gaan daar niet in ons onderbroek douchen en shit, weet je wel? Dat zie je met die voetbalverenigingen allemaal. Dan denk ik van, jongens, hé. Wat zijn we allemaal aan het doen? Dat geeft gewoon echt die sport weer, weet je wel? Toch? Ja, je lacht toch zo, man. Je zit hier helemaal te lachen. Het is toch zo? Ja, douchen met onderbroek. Je gaat er niet in je onderbroekje douchen, weet je wel? Je zit toch met je teammaten? Fuck it. Dat is dan wel weer rugby. Dat is echt gewoon fucking karakter. Ik kan echt gewoon iedereen aanraden om op rugby te gaan. Al is het voor 2 jaartjes. Maurice heeft ook gewoon 2 jaar door ons gedaan. Nou goed, heel slim is die jongen. Want hij zegt, hey, zij hebben geen sterke drankvergunning. Dat hebben de meeste sportverenigingen natuurlijk niet. Het is een sportvereniging. Maar we mogen wel premixed, zoals bierblikjes of gewoon bier schenken, wijnen, dat soort dingen. Dat mogen we dus allemaal schenken. Maar er is dus gewoon niet zoiets lekkers als dat Goldblik Original met onze eigen wodka. Dus het is een goede wodka. Dat ten eerste gemengd met een suikervrij lekker drankje. Dat is er niet. Dus, groeimaat, zorg even dat jullie favoriete sportverenigingen een mailtje sturen naar info@golddraai.nl. En dan gaan we eens eventjes nog meer gas geven gewoon. Nog meer reffen. Het zijn de boksen.
Hoor je dat? Het ja. is gewoon een box. Het is echt zo, hè? Want toen ik bij die ambt van Royalistic ging, hoorde je dat niet? Nee. En dat is dezelfde motor. Volgens mij is zelfs en die had nog zijn uitlaat gedaan. Volgens mij is het zelfs een optie, want die van Enzo heeft het ook niet. Klopt. Dus ja. het is nog een optie ook. Ja. Optie, wel... boombox. Ja, deze is wel fully loaded. Kijk, je kan hem ook nog zo'n Corsa doen, hè? Kijk. Dan hoor je hem nog harder, let op. Nu hoor je hem echt. Je hoort hem hieruit. Hoor. Dit is echt slecht, hè? Geet lekker. Zelfs die scheetjes, die uitlaten, die worden zo gemaakt dat het voor de consument precies is wat ze willen horen. Want als jij die Dodge hoort... Dat is, mijn Dodge? Ja, dat is, die laat geen scheetjes zoals dit. Even over die Dodge, want we hadden hier toen laatst die scoopkettinggasten. Gingen we even driften weer. Dat ding daar wordt even nog meer verstevigd voor ons rijgedrag, zeg maar. Dus we krijgen ook elektronische rembekrachtiging. Het stuurkolom wordt nog even vernieuwd. Het is allemaal zo oud, het spul. Dus we maken hem echt even helemaal... op zich modern, zodat je veiliger hard kan rijden eigenlijk, doen wij dat. Toch? Even over de autobaan met die Dodge, met 200. Ik denk dat ik dat niet ga doen. Een videootje van gisteren, die doet goed, hè? Weggeef gebeuren, maar ook over de... Wat we zeggen over die telefoons en zo. Het is wel iets wat mensen wel natuurlijk gewoon mee kunnen nemen. Joel Tate, goede uitleg over brainwash. Systeem van het scrollen op Insta, TikTok. Maar verspreek je niet te veel, maat, voordat je wordt geboycott. Top video. Mooi fysiek, Joel. Dat is even mooi dat ik 4 maanden geabonneerd ben. Beste channel, nog steeds ooit. Goeie lekker. Top. Hele marketingwereld uitgespeeld. Gouden marketing en content dit. Ik zag ook een comment van die Donnie en Joel. Die zijn al aardig dood. Ik ben benieuwd waar ze over 3 maanden staan. 3 maanden? Ja, dat is 3 maanden. Het is eigenlijk 3 maanden ook. Hè, ja, wij gaan 2 maanden. Ja. Dan zijn we grave ready. Is de nieuwe Ferrari Puro Sangue niet iets voor jou? Ja, jongens. Die gaan we samenstellen in Italië. Daar heb ik me al op ingeschreven met aanbetaling in 2019. En dat duurt nu al zo een paar jaar waarschijnlijk voordat die komt. Maar goed, de beste fitness influencer van NL, 100%. Heb zo gelijk TikTok van mijn telefoon afgeflikkerd. Dat positief schreeuwen motiveert iedereen die dit kijkt naar de gym te gaan. Voor goud. Komen er nog stalen bekers? Ja, daar zijn we mee bezig. Ik zat 2 uur geleden keurig onder een kleedje deze video te kijken. Kreeg ik verdomme na 10 minuten een schuldgevoel. En heb ik er een scoop in gegooid en ben er gaan sporten. Maar ben natuurlijk even af aan het kijken. Kijk, nou die had ik ook al geliked. Divine King. Dat is nou wat we willen bereiken. Ik wil een potje V2 winnen. Iedereen abonneren voor die grotere chest. Precies. Wat wordt er veel geknipt? Benieuwd wat er tussenin gezegd wordt. Of alle stiltes er tussenuit. Het is een combo. Soms moeten we natuurlijk knippen omdat het anders te lang gaat duren. Want we willen jullie tijd niet verneuken. Dus daarom houden we het heel strak. Ook de CM-video's. Als je goed bij de les bent, dan weet je dat het op Joël Beukers kanaal is het echt... Pap, 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 micro cuts gewoon. En we maken ook micro grapjes erin. Dus dan zie je een tekst, dan denk je vaak, oké, dit is een normale tekst. Maar dat is zo snel in beeld, dat de echte opletter ziet, oh ja, er staat iets heel anders. Dat zijn grapjes die je maakt als je stoned aan het editen bent, zeg maar. Vaak gaan Gijs en ik, als we echt zo'n mooie productie hebben, gaan we gewoon nog even samen door die hele video heen met een baap. En dan gaan we van die trollgrapjes erin maken. Maar die zijn heel kort aanwezig. Je kan ze nog terugvinden in de video's. Want volgens mij hebben ze het niet gezien in de laatste 2 video's. Dan moet je me eigenlijk vertraagd afspelen. Eén tikje vertraagd. Tijd voor een politieke partijtje wel. Ik moet zeggen, ik heb het ook natuurlijk een beetje onderzocht. Ik denk dat wij zo een zetel kunnen fixen. Als we ook echt serieus een politieke partij gaan oprichten. Alleen dan kom ik bij het volgende punt. En dat is waarom het land nooit wordt geleid door echte leiders. Ik ben van mening dat een ondernemer ook het land beter kan runnen. En dan wil ik niet zeggen dat ik dat ben natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen die zijn 10 keer beter dan ik. 100 keer, 1000 keer. Maar het gaat erom dat je de echte juiste mensen... Die zul je nooit in die politiek gaan vinden. Dat systeem, dat werkt niet. Er is te veel bla bla bla, bemoeien al dit dat. Het is heel inefficiënt. Dus een ondernemer, die wordt daar ook echt heel moe van. Het kost zoveel tijd. Het kost zoveel kopzorgen. Je krijgt zo weinig gedaan van wat je zou willen doen. Ik moet er niet aan denken. En nu ben ik gewoon eigenaar van mijn bedrijf. 100% eigenaar. En kan ik gewoon, als ik iets wil doen, kan ik dat doen. Zonder gejank. Wat denk je, dat ik even ga janken de hele dag met die mensen? Poh. Zou ik misschien 1 poging willen wagen als we echt afgrond ingaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat
100 rijden overal in Nederland. Dat vind ik al redelijk de afgrond ingaan. Alleen daarom zou ik al een politieke partij willen oprichten. Dat 100 af te schaffen. Wat een onzin. We lijken wel een stelletje robots. Dat we daar ons ook aan houden, weet je wel. Echt onzin gewoon. 100 rijden. De auto's worden beter. De wegen worden beter. We krijgen steeds meer ruimte ook met de wegen. Er worden steeds meer wegen bijgebouwd. Dus een baantje erbij, ditje, datje. We hebben denk ik ook de beste wegen van de wereld. Want overal waar ik kom, met al die autorallies en shit, is het allemaal stront. Zelfs op de Duitse autobaan is het allemaal pauper gewoon. Sommige delen. En dan moeten wij 100 gaan zitten rijden. Als een stelletje Mongolen. Achter elkaar zo. Oh, ik rij 106. Je bent continu aan het opletten. Je bent continu op je teentjes aan het lopen. En dan moet je nog naar je werk toe. Houd toch op. 100 rijden. Houd toch op. We willen toch dat die economie loopt. Laten we lekker 160 rijden. Boeiend. Elektrisch rijden 150. Gelijk van al die benzineauto's af. Dan rij ik elke dag in mijn kut Tesla. Om productiever te zijn. Niemand die wil toch in het kutverkeer hangen met 100 op een vijfbaansweg. Als een stelletje debielen. Dat is echt onzin. Kan er echt kwaad om worden gewoon. En dan even als een stelletje randebielen. Al die borden omwisselen. Weet je wat het kost? Jongen. We moeten ons leven verbeteren. We moeten voortgang hebben. En niet achteruit gaan. De technologie wordt beter. Voor Nederlandse begrippen vind ik dit echt onzin. Als een vrij land. Houd toch op, joh. Is dat wat we willen? Met z'n allen 100 rijden op de fucking snelweg! Ik heb wel een naam voor onze nieuwe politieke partij. Nou, Hardgaan. Partij Hardgaan. Partij Hardgaan, hè? Waar anderen stoppen, gaan wij harder. Bam! Hard tegenin ook. Ziet er voor je dat ik zo in die Tweede Kamer zit, weet je wel? Dat ik daar mag spreken. En dat er zo'n lulletje op staat en die wil er even tussendoor. Bek houden, motherfucker! Hey! Zie je dat ik aan het praten ben? Ik denk dat ze allemaal een smoel houden gewoon. Even tussendoor, wat elektrolytes.
in Maarten. De Goud Droog Challenge die gaat van start. Inschrijving is geopend. Link in de beschrijving. Lees alle informatie. Dit is de drukste Goud Droog Challenge van het hele jaar. Hier gaat iedereen klaar zijn voor de zomer. Schrijf je in. Er zit een cap op. Wees er op tijd bij. En ga voor goud! En breng je hele tent op! Maak ons trots! Abonneer voor die grotere chest, want het is gratis!